Homo Reflectus. Dat is de naam van het schrijfdebuut van prestatiecoach Jacques Jansen. De tot Nijmegenaar genaturaliseerde Limburger werkte er 6 jaar aan. Homo Reflectus gaat over zelfvertrouwen uit eenheid, zoals de ondertitel luidt. De Nijmeegse televisiejournalist Fons de Poel was aanwezig om de lancering van het boek te presenteren. Jansen sprak tijdens de presentatie de wens uit om een alternatieve versie te maken die op tieners is toegespitst. Het boek wordt verkocht via de website Bookscout.